Erik Bremer en Loek Weigers zijn twee succesvolle ondernemers die de nationale en internationale zakenwereld door en door kennen. Als gastheren van Studio ENW maken zij het bedrijfsleven op een informatieve en toegankelijke manier bespreekbaar. Wat bedoel je precies? Leg eens uit. Hoe kijk jij dan? Maar dat is toch heel logisch? Studio ENW gaat over werk, loopbaan en arbeidsmarkt. Nou, dat is een vak apart, denk ik. Ja, wat is nou je referentiekader? Als je daar je ogen voor sluit, dan heb je een klein technisch probleem. Dat is een boemde struisvogel, is dat. Studio ENW is een platform voor managers. Weet je precies met wie je over 5 jaar de strijd kan winnen? Ik vraag elk sollicitatiegesprek aan het einde. Heb je een trekhaak? Heb jij een trekhaak trouwens? Ik vind het zo. Nee. Als ik je het mes op de keel zou zetten, wat zou je dan kiezen? Dat is misschien een goede reden om niet te kiezen als je een mes op de keel zet. Dat is toch absurd? Succesvolle ondernemers geven acte de présence en grote spelers op de arbeidsmarkt leveren hun bijdrage. Een creatief mens, als ik me daar zelf mee mag vergelijken, is een geboren lastig mens voor zichzelf, voor zijn ouders en voor leraren. En doe wat. Doe wat. Straal wat uit dat je het weet. Je hebt een beekje en dat ontstaat ergens in de bergen. En het beekje heeft één doel, ik wil in de zee komen. En daarna is er een flow naar beneden. En er ligt een rotsblok, daar ga ik omheen. Pittige discussies en humor ontbreken niet. Creativiteit kan ook iemand zijn die heel gezellig thuis in een hoekje zit te maken mee. Hè? Dat heel erg persoonlijke leed dat je om je heen ziet gebeuren, wat onvermijdelijk is, daar lig je wakker. Nou, dat is natuurlijk iets waar je enorm bij moet slikken. Je moet door. Het lijkt alsof jullie over praten dat vroegere generatie maar dode dienders waren. Dat is natuurlijk allemaal niet waar. Ja. Maar goed, je hebt natuurlijk altijd al kikkers in de kruiwagen die wel eens een andere kant op springen. Maar dat zijn geen leiders, omdat ze passen op het winkeltje van de dag. En die proberen hun etalage een beetje op orde te brengen. Maar wanneer? En hoe? Ja, dat is toch een andere discussie. Okay, ja, dat zeggen alle managers. Studio ENW. Gedurfd houdt het bedrijfsleven scherp en staat voor werk, loopbaan en arbeidsmarkt. Wat doen ze met een sabbatical? Niks. Ik heb er nog nooit iets nuttigs van gezien van een sabbatical. Voer ze vlekken uit in die tijd. Probeer nou in Nederland de werkgevers er zover te krijgen. We mogen niet, we willen niet en we doen het ook niet. Het is pijnlijk om van een Surinamer te horen, maar door hoe werken moet. Oh, dat vind ik. Hier steun ik jou in. Jullie worden vrienden begrijpen. Ja. Ik krijg er bijna maas weer van. Dit is de enige dag in mijn leven dat ik gewoon niet weet hoe ik thuis ben gekomen. Hey, maar de vrouwelijke studenten kunnen dan een kind krijgen? Van wie? Oh, dat wil ik in het midden laten. We sjouwen even naar buiten, we doen een rondje door het park. En weet je, dan lukt het wel. Het klinkt mij allemaal zo logisch. Allemaal gelul. Gewoon. Allemaal gelul. Allemaal gelul.